Hij kan niet opnieuw eraf, hè? Ja, tuurlijk wel. Dan moet ik hem maar plakken. Nee, ik plak helemaal niks. Eraf. Ik ben zoals ik ben. En ik oeh, kansen. Ik ben zoals ik ben. Als je eigen zaak hebt, dan moet je ook een beetje mensenkennis hebben. Ik trek me van niemand. Stop het! Zij stoppen! Laat mij maar gaan, dat maakt mij een bijzonder mens. Ik hoef niet te gillen, hè? Ik heb een microfoontje. Het op bij het chakken maar weg, man. Ja, hier heb ik al. Waar zijn we eigenlijk mee bezig, Benno? Ik ben flesjes aan het oprapen. Die zijn 5 eurocent werd. En er worden lampen van gemaakt. Hmm. Dus? Ik dacht dat we misschien hier in de omgeving waren van gelijkgestemden of zo, die hier iets deden, maar... Gelijkgestemden? Ja, in het bos. Ik weet niet wat ze hier al doen, maar. Hoeveel levert dat op dan? 5 cent een fles, dus ik heb nou al een kwartje bij handen. Hè? Maar dat moet je inleveren bij de supermarkt? Nee, op de Bestert. Bij die kunstenaar. Dat gaan we straks doen. Zo. We gaan weer verder. Hey, maar jij maakt zo deel uit van de circulaire economie, Benno. Ja, maar als wij het niet doen, wie doet het dan wel, hè? Dus iemand moet het doen, zeg ik altijd. En ze zeggen altijd Tilburg Schoen staat wat laat. Nou, dat zie je niet te zien. Kijk, we hebben hier weer een flesje, denk ik. Hoppakee. Het is goed voor het milieu, hè? Als iedereen dit gaat doen, dan weinig plastic meer in de parken. Dus ik heb weer 15 cent. Hey, wil die nou tussen het vol, man? Ja, dat ga ik nou wegbrengen. Ja, maar hoe kom je daar? Kom je door het zoeken? Door het zoeken en heel veel mensen die brengen flesjes naar mij toe. Dan, maar meestal op parkeerplaatsen hebben ze vinden en dan ruimen we die op. En waar brengen die dan naartoe? Naar de Bestert. En dus, waar hadden dan zo gemiddeld op zo per maand? Nou, wij doen, ik ken geen boodschappen voor, hè? Dus mijn verjaardag vier ik nou voor niks, want dan breng ik alles weg, hè? Ja, iedereen krijgt een leeg flesje. Ja, mensen die niks willen drinken. Het liefst loop ik maar 1 keer als het regent, hè? Ja, daar heb ik een hekel aan, hè, lopen. Ja. Schiet het nog op, want het regent. Ja, dat viel ik ook. God, onder hier. Nou, daar gaat hij dan. Lukt dat met je buik? Ik. Ja, nou. 390 stuks. Dan Benno, wat ben je nu aan het doen? Ja, hij gaat dan kortjes. Dat doe ik innen, hè? Innen. Dus brengt weer op, hè? Dan kan ik mijn verjaardag even niks vieren. Maar jij maakt lampen van. Ik heb begrepen dat jij voor een heel grote lamp in de klokkraal wou maken. Ja. Maar dat is toch niet gelukt omdat ze nog niet genoeg flesjes hadden? Ja, we hebben wel heel veel flesjes. Moesten 10.000 hebben voor de lamp, voor de lokhal. Ja? Ik heb er nu bijna 80.000. Oh, dat is, dus dat is genoeg. Ja, maar dan heb ik allemaal flesjes, stapels, heel een berg. Alleen die moeten nog fijn gemaakt worden. En dat doe ik met de fiets, hè? Ja. Kijk, het niet zo'n buik als ik. Nou, ik hoor natuurlijk vaak mensen zeggen, hey, die is een mooie lamp. Potverdorie, ja, wist ik ook niet van tevoren. Het zijn ook mooie lampen. Die bol die je daar ziet hangen. Ja. En de middelste. Die ziet hangen, die komen straks sowieso al in de kroonhuchter. Door de kroonhuchter. Het maken van de kroonhuchter verdien ik niks aan. Dat is ook niet echt ondernemersachtig, hè? Nee, dat is heel dom. En ze is er eigenlijk weer aan het uitzoeken. Ja, Marijke is aan het sorteren. Die is goed bezig.
allemaal gestempeld. 10 stempeltjes in een kaartje. Dat is 50 cent waard. Dus ieder flesje is 1 stempel. Het is zo, hè? Op en op, zei hij. Hé, ja, 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 ja. Hé. Hey. Ja? Hé. Hey. Mijn tip is, goed snelheid maken. Tel ik af, hè? Ja. 3 en door, ja, ja. 2, 1. Ja, 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 en door, en door, en door. Rappie, zo. Dat was wel goed van, hoor. Zo. Ja. Ja. Goed zo. We hebben hier net de flessen weggebracht die je had verzameld. En geschredderd. En geschredderd, ja. Ik zweet nou al. Wat is dit nou voor een bedrijf? Ja, nou, het is geen bedrijf, er wordt geen geld verdiend, dus dan is het geen bedrijf. Maar ze doen het voor in de lokhal komt deze landtagen. En een scholengemeenschap doet er ook al mee. En dan zijn die ballen. En als bedrijven ze eigen aangesproken voelt om ook zoiets te kopen in de zaak, zijn deze te koop. Waarom denk je dat deze kunstenaar, deze wereldverbeteraar, dit doet? Ik denk omdat hij net als ik een schonder Tilburg wil hebben. En hij blijft er sportief bij, want ik heb nou net 2 flesjes gedaan. Maar als hij dan 100 flesjes op een avond doet, nou ik neem mijn pintje af. Hey, dus, hier wordt kunst van gemaakt, Ben. Hoor. Kunstlampen, ja, ja, mooie kunst. Lampen toch? Waar heb jij met kunst? Ja, waar heb ik met kunst? Eigenlijk niks, maar als het een goed doel bezit en het is, hoe noemen ze dat? Voor zoveel mogelijk plastic uit de natuur te houden, dan vind ik milieubewust, dan vind ik het wel interessant. Mm-hmm. Ik zou nooit naar een museum gaan of zo, maar dit vind ik interessant om de mensen te zien hoe ze het maken, dat vind ik wel interessant. Waarom zou jij nooit naar een museum gaan? Omdat je er zo stil moet zijn. Het is een kapotte lamp, maar dat is niet zo, want ze zijn dus uit de mal zo gekomen. En dan, ja, wij vinden dit dan kapot. En, maar ik vind dit een van de mooiste lampen die er zijn. Dus niet die hier in de winkel alleen staan. En ja, het is apart en uniek. Dus ik zou eerder voor deze lamp gaan als voor een zonlamp. Ben je wel eens in de pond geweest? Nee. Dat nooit niet van binnen gezien. Schandalig, ja, zegt Tilburg. Is het iets dat we daar naartoe gaan als jij van moderne kunst houdt? Ja, dat gaan we een keer doen. Afgesproken. Zo. Hebben we het kwartje weer verdiend? Hadden we? Hadden we?